Danny, hoe kijk je terug op afgelopen week? Nou, tevreden. We hebben gewonnen. En ik denk dat we zeker de eerste helft hebben prima gespeeld. We moeten eigenlijk op een grotere marge staan. We hebben 1 kans weggegeven. Maar zelf hadden we er meer uit kunnen halen dan die ene goal. En ik moet zeggen, de eerste 10 minuutjes na rust waren ook nog oké. En daarna kregen we het moeilijker. Zonder dat we eerst nog grote kansen weggaven. Die kwamen een beetje op het eind van de wedstrijd dat zij nog twee goede mogelijkheden kregen om eventueel de 1-1 te maken. Maar zelf hebben wij nog 2 of 3 mogelijkheden gehad om ook de tweede te maken. Maar het laatste half uur was gewoon een stuk minder dan wat we daarvoor hebben laten zien. Dat was zonde. Maar het belangrijkste was dat we 3 punten hebben gepakt. Voor komend weekend tegenstander Feyenoord. Hoe staat de selectie ervoor? Is iedereen beschikbaar? Nee. Jan Hoekstra die was er natuurlijk vorige week al niet bij. Nou, die zal dit seizoen er niet meer bij zijn. Jan moet een operatie ondergaan. Dus die moet zich gaan richten op volgend jaar. Daniel is ziek op dit moment. Dus dat is een grote vraag of die er beschikbaar is. En daarnaast is Michael de Leeuw deze week wat klachtjes, waardoor hij niet alles getraind heeft. Dus ook dat zullen we vandaag moeten bekijken of dat goed genoeg is voor morgen. En alle andere jongens, zoals het er nu uitziet, zijn die er wel bij. Dan is Feyenoord de tegenstander. Wat weet je van die ploeg? Ja, wij weten veel, denk ik, van onze tegenstanders. En Feyenoord is gewoon op dit moment weer een topploeg in Nederland. En dat laten ze, denk ik, heel vaak zien in de wedstrijden die ze spelen. Ze spelen met heel veel druk vooruit. Herkenbare speelwijze, maar ook voetballend komen ze vaak goed voor de dag. Ze hebben een hoop jongens die er ook al een paar jaar spelen ondertussen, waardoor je ziet dat ze vastigheden hebben. Die jongens hebben zich ook kunnen ontwikkelen in de afgelopen jaren, waardoor ze op een hoger niveau zitten individueel en daardoor ook als team. Dus geen verrassing, het gaat een hele zware uitwedstrijd worden. Alleen des te leuker om te kijken of wij erin slagen om daar in de buurt te komen van een goed resultaat. Maar vooral om te kijken of wij de lijn die wij ook hebben ingezet, En die duidelijk zichtbaar is na de winter, qua spel in grote delen van de wedstrijd, of je dat ook uit kan laten zien bij Feyenoord en of je dat ook durft. Nou, dat is wel onze insteek, dus morgen weten we meer. Nu ben jij geschorst. Hoe ga je deze wedstrijd kijken? Ga je wel mee in de bus? Ga je wel mee met de groep? Nee, ik ben wel in het stadion. Maar als je geschorst bent, mag je zeg maar niet in de bus of in de kleedkamer komen voor de wedstrijd. Dus dat betekent dat de anderen van de staf het moeten doen. Dus in het traject ervoor verandert er niet veel, zoals vandaag met de trainingen van de week. Maar het is eigenlijk alleen meer de wedstrijddag. Duidelijk. En dan heb je vanaf de tribune dan contact met de staf? Nee, want dat mag niet. Dat mag ook niet? Nee. Oké, duidelijk. Dus ja, kijk, het is vervelend. Zeker ook omdat er zitten soms momenten bij. Dat doe ik zelf niet slim. Dan moet je uit weg blijven. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Niemand is perfect en ik heb soms dat misschien vanuit de emotie dat je nog reageert waar je dat niet moet doen. Het systeem werkt ook niet in je voordeel, want dat geldt ook voor spelers, want soms krijg je een onterechte gele kaart. Ik durf te zeggen dat ik daar ook wel gehad heb. Alleen daar kan je niks tegen doen. Oké, je moet vooral kijken waar je zelf invloed op hebt. En ik moet ervoor zorgen dat ik niet in dit soort situaties terechtkom. Ja, het interessante dan van zo'n situatie die je eigenlijk liever niet wil, is dat ik ook wel vaker in mijn hoofd heb dat ik denk, hoe ziet het voetbal er over 5 of over 10 jaar uit? Want volgens mij begreep ik van iemand uit de staf in American Football is het ook zo dat de hoofdcoach tijdens de wedstrijd vaak op de tribune zit en vandaar aan zijn stafleden doorgeeft wat hij waarneemt of wat hij ziet, omdat je vaak van bovenaf, dat zullen jullie ook herkennen, een veel beter beeld hebt van de wedstrijd dan wanneer je op dezelfde hoogte zit. Dus dat is nu wel interessant dat je noodgedwongen op de tribune zit, maar ja, zie je dan de wedstrijd op een hele andere manier dan wanneer je op dezelfde hoogte zit. Maar nogmaals, ik had liever niet in deze situatie gekomen. Dat is ook iets waar ik voor moet gaan zorgen dat niet meer gebeurt.